Dat is mijn vinger. Dat is lekker. Oh. In deze aflevering van Krugerspark dus aandacht voor deze hele mooie jongen en nog een heleboel andere dieren. En dan, zul je, dan denk je eigenlijk altijd van, nou, die krijg ik er wel uit. Makkelijk, maar die zit staat. Diep. Maar je ziet wat voor wortels daar aan zitten. Goedemorgens. Maar hier aan het eind mist een stukje. Dat klopt. En dat stukje dat zit hier. Dit is de ratel van de ratelslang. Groot ding, hè? Ja. Elke vervelling, dan komt er een stukje bij. Kijk, 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 kijk. Daar komt de snotrolf. Ja. Hij smeert hem ook heel snel weer. Het is een beetje een bangig visje. De beloning kwam niet halen. Glijda is een echte IJslander. Maar allergieën maken haar leven zuur. Hopelijk kan natuurgeneeskundige Josephine Hagenaars verlichting brengen. Hey, en waarom, jij bent er dus bij geroepen bij dit paardje, bij Glijda, omdat ze allergisch was? Ja. Gerda die heeft mij op een gegeven moment benaderd. En die vroeg van, goh, ik heb een IJslander van bijna 24, maar ik zie dat ze nou best wel achteruit gaat. Ze heeft veel meer last dan de voorgaande jaren. Ja. Ze had die deken dus al aangeschaft, wat op zich natuurlijk al heel erg slim is. Omdat ja, dat vliegje is die trigger. Ja. Maar wat kan ik nog meer doen, zei ze. Oh ja, ja, je ziet dat het een beetje een ouwtje is. Maar ze vindt het wel prima dat dat ding omgaat. Hè? Ze kunt het gewoon even. Ze is dat gewend, kijk. Ze trekt hem zelf aan. Ja, dat is inderdaad. Ach. Oh, eventjes los. Ja. Hé, hey, knapperd. Maar Angelique, je kunt hier ook voelen, hè? Als je nou die manen voelt hier tussen. Voel je al die korsten? Oh ja, oh, je ziet het ook een beetje. Ja. Jij bent homeopathisch, behandel je dieren onder met andere, bioresonantie. Ja. Onder andere, ja. Kom eens. En met homeopathische middelen, met in ieder geval met natuurlijke middelen. Dus geen chemische middelen. Kom eens hier. En dat doe je door middel van trilling onder andere, hè? Ja, ik behandel. Ik ga haar nu ook behandelen met bioresonantie, met frequenties. En dat is gewoon eigenlijk een klein computertje waar frequenties in zitten. En waar ik haar nou mee ga behandelen. Met een speciaal programma voor zomereczeem. Dat is braaf. Het is hier weer wat kouder op de nierstreek. En je voelt de temperatuur van. Ja, hier is het verschil tussen temperatuur. Hier is het warm en hier wordt het weer wat kouder. Dus je kunt kijken of je het ook kunt voelen. En je werkt hier met. Dat is de blaasmeridiaan die daar loopt bij een paard. Ja, je voelt wel verschil. Ja, hè? Ja. En het werkt natuurlijk ook door de niermeridiaan. Die loopt er iets, die loopt aan de onderkant. Maar de blaasmeridiaan die loopt hier. En de nieren zitten natuurlijk aan deze kant. Hè? Dus je voelt dan toch een beetje dat verschil daarin. En daar zitten afvalstoffen in je nieren. Ja, die nieren die zorgen voor de afvalstoffen. Hij gaat je niet onderpiezen nu. Nee. Nee. Even mijn afvalstoffen langs. Ja, ja. Zo, komt u maar binnen. Dierenarts is een bijzonder veelzijdige baan. Vandaag is Mariette Sonderland de mondhygiëniste van Cindy. Hey. Wat is er met Cindy? Ze moet gebit schoongemaakt worden. Cindy heeft een... kijk, een gebit. Hier kun je ook goed zien dat de kiezen en de tanden wat vies zijn... en dat er je echt ontstoken... randen krijgt van het tandvlees. Hè? Ja. Nou, dat is een reden om daar wat aan te doen. Mm-hmm. Want anders krijg je dus inderdaad overal ontstekingen. En komen ook die bacteriën uit die bek komen door het hele lichaam. Waardoor je dus van alle handen problemen kunt krijgen. Van hartproblemen tot nierproblemen. Mm-hmm. Dus heel essentieel om dat lekker schoon te houden. Wat is het voor hond? Welskurkie Pembroke. Dat klinkt heel chic. Heel chic. Is ook heel chic. Het is ook chic. De Engelse... De koningin heeft ze ook. Oh! Die. Oh ja. Oh! Die heeft dus al een heleboel honden gehad. En nog steeds? Ik heb ze al 33. Dit ras. Dit ras? Dit ras. En waarom? Dat was wel leuk vinden. In de eerste instantie vielen we op een herder. We hebben ook eerst een Duitse herder gehad. Ja. Maar ja, die werd een beetje agressief tegenover de kinderen. Dus we wouden wel weer een herder hebben, maar dan een kleintje. En dit is een herderachtige? Dit is een herderachtige. Nee, ja. Met hele korte poortjes. Ja, ja, ja. Een herderje op korte poortjes. Ja, wat grappig. Ga ik even zijn poot scheren? Zo. Ja. Verhaal en zo. Het
is bij deze honden niet altijd handig om een ader te vinden. Want ze hebben zulke korte kromme pootjes. Ik begrijp dus dat Cindy niet gewoon die tanden ga je niet zomaar schoonmaken. Die nee, moet we gaan hem in narcose leggen. Ja. Ja. Heb je hem? Nou krijgt ze dadelijk een tweede deel. Mm-hmm. En dan is ze even voor 10 minuten helemaal nokkie de knokkie. En dan kun je echt... En dan kan ik even snel daar wat doen wat er gedaan moet worden. Ja. Vandaag in de serie in het dolfinarium, achter de schermen, de snottenhof. En we gaan hem trainen. Snottenhof? En dit is Maron, die weet er alles van. En wat ga je met dat stampertje van die vijzel doen? Nou, dat stampertje van de vijzel, dat is een target. Een target? Een target, ja. We hebben hem geleerd, als wij de target in het water doen, ja, dat hij daar naartoe komt zwemmen. En dat hij daarvoor zijn voer krijgt. Dit is een vis, hè? Dit is een vis, je inderdaad. Je hebt een vis geleerd om naar die stamper toe, ja, te zwemmen. En hoezo doet de snottenhof dat? Hoezo? Nou, hij krijgt er zijn beloning natuurlijk voor. Ja, cadeautje. Ja. Een cadeautje, ja. Nou, ik ben benieuwd als er een camera, ja, bij is of de snottenhof nog steeds ook wel komen. Druk, maar... Je blijft natuurlijk werken met dieren. Dus... Ja, het is niet helemaal te voorspellen. En hij leeft nog wel, hè? Hij leeft nog wel, absoluut. Kijk, 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 kijk. Daar komt de snottenhof. Ja. Hij smeert hem ook heel snel weer. Ja. Het is een beetje een bangig vis. De beloning kwam er niet halen. Kijk, daar komt hij. Hoe leer je een vis dat nou? Doordat ze een keer per ongeluk gaan ontdekken wat de target is als ze hem in het water houden. En ze krijgen dus gelijk de vis ervoor. Ja. Ja. En ze werken altijd voor de beloning en dat onthouden ze wel. Kan je het nog een keer doen? Snottenhofje van me? We gaan eens kijken of hij nog een keer... Wat is er nou behalve zijn naam bijzonder aan de snottenhof? Nou, ik vind het zelf een hele bijzondere vis. Mm-hmm. Ze kunnen wel 50 centimeter groot worden. Oh, oké, okay. Dus dit is een baby? Dit is echt een baby. Hij was zo ongeveer 2 centimeter groot toen hij bij ons binnenkwam. Oké. Okay. En hij is inmiddels al een stukje groter weer gegroeid. Ja. Yeah. En wat ook kenmerkend is aan de snottenhof, is dat ze een soort zuignap aan de onderkant hebben. We zagen net al dat hij tegen de wand aan zat. Ja. Ze kunnen zich dus helemaal vastzuigen. En waarom is dat? Blijft ze stevig zitten. Op een plekje die op veilig is? Op een plekje die veilig is, ja. En word jij nou 's ochtends wakker en denk je, joepie, ik ga snottie weer tegen mijn target? Ja. Echt waar? Ja, het trainen dat is heel mooi. Vooral als je een doel bereikt, een gedrag getraind hebt. Maar het eerste kijk je altijd naar een doel van een training. Wat wil ik gaan trainen? De functie, het heeft echt een meerwaarde als je dit doet. Het is niet amusementswaarde of zo? Nee, dit is puur primair belang om het dier dus te kunnen voeren. Maar je kijkt er ook heel blij bij. Dus je vindt het volgens mij ook echt leuk. Ik vind zelf het trainen erg leuk. Ja, absoluut. Ja. En denk je dan niet, doe mij dan maar de walrus of zo? Nou ja, ieder dier wat je traint, dat is uniek. Of het nou een vis is of een zoogdier, maakt niet uit. Of het een vis is, een zoogdier, dat maakt niet uit. Maar vooralsnog heeft Snotty niet echt honger, hè? Ga eens even naar de ding. Ga eens naar de ding. Met grote ogen aan het aankijken. Ja, hij zit me wel te bekijken, ja. Waar moet ik op letten? Overstekende rokken. Ja, lukken? Ja. Pak even je hand, hè. Dit is niet mijn dagelijkse werk, dat begrijp je. Nou, leuk. Haaien en roggen. Dit zijn hele lieve haaien. Er staan 350 soorten haaien. Ja. En er zijn er maar een paar echt gevaarlijk van. Dan praat ik bijvoorbeeld over de witte haaien. Die hele grote? De hele grote haaien. Ja. Dit zijn haaien die kunnen ongeveer 1,20 meter tot 1,40 meter lang worden. En ze zijn hele lieve haaien. Ze hebben ook nog eens vrij stompe tandjes. Oh, okay. Dus er kan heel weinig gebeuren. En dit noem je weer de target? Ja, dit is een target. Mm-hmm. Een target kan in principe alles zijn. Wat ze aan moeten wat raken. Wat ze aan moeten raken. Dat kan ook bijvoorbeeld een hand zijn. Net wat je ze aanleert. En als jij die target in het water doet zometeen, dan komt er een haai. Nou, we gaan beginnen met even 3 keer te kloppen op de vlonder. Ja. Dat is voor hun een teken van de training die gaat beginnen. 3 keer kloppen.
Dat is geen haai. Dit is geen haai. Nee, dat is een pollak. Wel wat scherpere tanden. Kijk, daar komt hij. Dat is er één. Aanraken. Ja! Bijna. Is dit niet goed genoeg? Nee, dit was niet goed genoeg. Ze mogen netjes van voren aankomen zwemmen en heel rustig als het ware het boel aanraken. Want als ze een beetje het stokje pakken, dan is het niet goed. Dat is niet goed, of als ze vanaf de achterkant aankomen zwemmen. Maar Manon, waarom doe je dit nou? Nou, het is een heel groot voordeel als we bijvoorbeeld haaien uit het water moeten vangen voor een medische behandeling, bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Ja. Dat geeft heel veel stress bij de haaien. Mm-hmm. En als ze nu ziek zijn en ze hebben medicijnen daarvoor nodig, dan kunnen we ze heel makkelijk via deze weg bij ons roepen. En in een kanaaltje kunnen we het tabletje stoppen. Medicatie noemen. Ja. Ja. En dan kunnen we het zo geven zonder enige stress voor de dieren. Ze pakken hem helemaal uit je hand. Ja, ze pakken hem zo uit je hand. Ja. Ben je er wel eens ingevallen hier? Nee. Nou, dat lig ik ermee. Maar een keer toen ik in het water ging werken, toen gleed ik van de rand hier af. Oh, jij hoor. Net aan het begin, weet je wel. We weten allemaal dat een ijsbeer wit is. Maar wat weinig mensen weten is dat als je hem scheert, dan wordt hij zwart. De huid is bij de mens het allergrootste orgaan, het zwaarst van alle andere organen. Maar hoe zit dat nou eigenlijk bij dieren? Alex van Hoven is dierentuindirecteur. Alex, we zitten hier bij de pinguïns. Hartstikke leuk. Ja. Zijn dat nou haartjes of zijn dat veertjes? Zijn veren. Ja. Maar zinken ze niet dan met de veren? Dat zou je denken, want als zo'n veer in het water komt, dan zuigt hij natuurlijk zout water opzuigen. Ja. Maar wat zij doen is, zij smeren zich in de huid in met vanuit de talgklier. En dat zorgt voor een waterdichte vacht. En waar komt dus dat ook vandaan dan? Niet dat komt bij het stuitje komt dat vandaan. Een soort vetlaagje. Een soort vetlaagje creëren ze. Ja, ik niet. Gelukkig niet voor jou. Maar zijn die buikjes wit en de achterkant zwart? Ja. Waarom is dat? Ja, dat is ook ter bescherming, dat ze dus minder opvallen. Als zij in de oceaan zwemmen en er komen roofdieren aan en die komt van onderaan zwemmen, dan kijkt hij naar de zon, naar het licht. Vandaar dat de buik wit is. Zwemt dat die roofdier boven hem, dan kijkt hij naar het donkerte, dan kijkt hij in het donker. Ja. En vandaar dus dat ook de pinguïns van boven zwart zijn. Maar ja, je zegt zwarte, hè? Ik zie daar wel een hele zwarte, maar die zijn nog een beetje grauw-grijzig. Dat klopt. Hoe komt dat? Dat zijn nog jongen. Dat zijn jonge dieren die dit jaar zijn geboren. Ja. En zo zie je dus ook het verschil tussen volwassen en jonge pinguïns. Hey, en dan had ik vorige keer zo'n prachtige auto hier. Zo'n soort jeep-achtig ding. Ja. Heb je die weer? Nee. Oh. Nee. Vandaag gaan we... mogen we zelf aan de slag en gaan we wat milieuvriendelijker door het park. Gelukkig mevrouw. Gaat goed. Ik heb gelukkig een bel. Gaan we mee naar boven? Ja. Chips. Ja, ik vind het mooi. We zijn voor jezelf. Oké. Een olifant die getraind is om met zijn huid tegen de hek aan te staan. Ja. Zo kunnen we de huid goed in de gaten houden. Is dit nou het dier met alle dikste huid? Want dat verwacht je bijna wel. Dit is het dier wel met de dikste huid. Maar dat is niet op alle plekken. Want olifanten hebben geen zweetklieren, zoals wij dat wel hebben. Dus om af te koelen, daar moeten ze natuurlijk ook een plek hebben op het lichaam waar dat plaats kan vinden. Ja. Nou, dat doen ze bijvoorbeeld bij de oren. Dat is heel dun en daar kan de warmte eruit. Ja, daar kan de warmte. Heeft dat nou een functie dat hij zo'n dikke huid heeft? Ja, dat heeft functie. Olifanten zijn natuurlijk groot, zwaar. Mm-hmm. Je kunt het het beste vergelijken met een boterham in een zakje. Stel dat je een brood doet in een dun zakje. Ja. Dan kan één brood kan erin, maar 20 broden kan het niet meer houden. Dan wordt het zwaar. Hetzelfde geldt natuurlijk bij de olifant. Want die huid is natuurlijk ook voor om te zorgen dat alles in het lichaam blijft. Ja. Zou een olifant een huid hebben zoals ons, een dunne huid, dan zou het gewoon open scheuren. Dan knappen ze organen er dan gewoon uit. Dan knapt gewoon het, alles eruit. Maar wat betekent dat dan, stel dat je moet opereren? Dat is dus heel moeilijk. Ja. Maar denk je dat ik de echte ook kan voelen? Of is dat gevaarlijk? Gaan we proberen.
olifantjes voelen natuurlijk, voelen hoe het in het echt voelt. Hoort het zelf. Mooi, hè? Dankjewel, Pinky. Ik heb gewoon een olifant gehaaid. Jeetje. Maar het is veel ruwer dan... Het ziet er ook wel ruw uit, ja. Maar... Ja. Het is best ruw, die haren. Ja. Dankjewel, Pinky. Goed zo, meisje. Ze is ook wel groot, hoor, Pinky. Wat een knap het, hè? Ja. Alex, dit is wel leuk voor een paar laarsjes, vind ik. Ja, de huiden worden er veel voor gebruikt, hè? Van kaimannen en krokodillen. Ze worden er zelfs voor gekweekt. Het is ook een beetje zielig. Eigenlijk wel, toch? Ja, ja. Eigenlijk wel. Het is best een harde huid, hè? Ja, het is een hele harde huid. Het zijn ook beenplaatjes die er zitten. Dus... Het zweten gaat niet echt lukken zo. Het zweten gaat niet lukken. En dat doen ze dus ook door te tranen. Te huilen? Te huilen. Oh, ja, echte krokodillentranen. Ja, oh, blij dat wij het niet zo doen. Loop je de hele dag te janken. De hele dag, ja. Dat is waar. Maar zullen we eens naar een diersoort gaan waar die echt vervellen? Ja, slangen? Mooi. Dus gaan we naar de slangen. Dit is van een ratelslang, Alex. Ja, dit is een vervelling van de ratelslang. Ah, dus hij is niet dood? Nee. Het is, ontzettend mooi velletje. Ja, hele mooie vel. Als wij groeien, dan vervellen we elke dag. En op die manier kunnen we groter worden. Onze huid houdt ons niet tegen. Ja. Bij ratelslangen, bij slangen is dat wel. Die huid die vervelt niet. Dus om te groeien moeten ze in één keer de hele huid afgooien. En hoe vaak doen dat ze dat dan? Het. Als ze jong zijn, doen ze dat heel vaak. Omdat ze natuurlijk sneller groeien. Als ze ouder zijn, doen ze het minder vaak. Maar hier aan het eind mist een stukje. Dat klopt. En dat stukje dat zit hier. Dit is de ratel van de ratelslang. Groot ding, hè? Ja. Elke vervelling, dan komt er een stukje bij. Maar waarom maakt dit eigenlijk geluid, zo'n ratel? Nou, deze ratelslang die gebruiken ze dat op het moment dat er een vijand aankomt... of een ander dier aankomt, dan maakt ze dit geluid. En daarmee waarschuwen ze van, ik ben hier, ga weg. Want de ratelslang, natuurlijk heeft hij gif... en natuurlijk kan hij zich op die manier verdedigen. Mm. Maar het liefst doet hij dat niet. Het liefst gaat een dier nooit een gevecht aan. Want de uitkomst van een gevecht is onzeker. Ja. Een ratelslang verdedigt zich door camouflage... maar ook door geluid. Te zeggen, hier ben ik, ga weg. Weg. Ja. Ik wil niet vechten. Deze zijn mooi. Ja, gaaf. Even kijken. Ja, ik weet het. Flamingo's. Ja. Prachtig. Ja. Ja, maar er zitten ook grijze bij. Ja, klopt. Dat zijn de jonge dieren. Ja. En de andere, dat zijn de volwassen dieren. En die kleur is ook heel, heel belangrijk. Waarom? Die laten zien dat de dieren volwassen zijn. Dus wat wel eens gebeurd is dat de dieren geen caroteen binnenkregen. Dat is een bepaalde voedingsstof en die zorgt dat ze die roze kleur krijgen. Ja. Nou, als ze dat niet binnenkrijgen, dan worden ze na de rui net zo grijs als de jongen. En dan gaan ze niet meer kweken. Want daar is geen interesse meer in elkaar. Dus dat grijze, zeg maar, een beetje dat saaiige, dat is eigenlijk hoe ze zijn. En door bepaalde voeding. Ja. Door bepaalde voeding. Maar wordt ze op leeftijd, wordt ze die kleur. Nou, dat zit in kreeftjes, kleine kreeftjes en voedsel wat ze eten. Zit die caroteenstof. En dat zorgt ervoor dat zij die roze kleur krijgen. Maar een ratelslang, die valt bijna niet op. Ja. Deze wel. Ja, deze vallen enorm op. En daarom hebben ze ook een andere manier om te voorkomen dat ze gegeten worden. Dat is door met duizenden, soms tienduizenden bij elkaar te staan. Ja. En dan is de kans dat als een roofdier aankomt, dat jij net degene bent die gepakt wordt. Is op die manier weer een stuk kleiner. Dan vallen ze minder op. Dus de jongen die worden nog een rol. Ze krijgen wel kreeftjes en zo. Hey. Ja. Ja, ze krijgen dat ook gevoerd. Ik ga vanavond ook kreeftje eten. Ja. Ook een rol. Dat is een auto. Ja. Dat was ook wel lekker hoor. Ik zet hem niet met nu. Maar met dit weer is fiets ook. En nu? Waar gaan we heen? We gaan naar binnen. Bij de zebra's kijken. Ja. Waarom zijn zebra's gestreept? Ja, daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Er zijn een paar theorieën, maar de meest plausibele, de meest geloofwaardige theorie is toch dat zebra's leven in hele grote groepen bij elkaar.
Als er een leeuw aankomt lopen en die zebra's die gaan lopen en al dat wit, zwart, dat gaat allemaal bewegen. Dat op een gegeven moment de leeuw niet meer de individuele zebra eruit kan halen. Okay. Zijn ze nou zwart of zijn ze nou wit? Ja, dat is altijd de grote vraag. Hè? Nee, ze zijn zwart, wit. Dus ze zijn in eerste instantie, ook als ze heel klein zijn, zijn zwart. En dan komt het wit komt erbij. Dus dat is heel als snel baby al. Zijn ze zwart? Ja, nee, dat gebeurt al daarvoor. Echt in de baarmoeder? Ja, dat gebeurt al in de En ze lijken zo ontzettend op elkaar. Of zijn ze ook allemaal hetzelfde? Ja, ze lijken ook voor mij heel erg op elkaar. Maar de verzorgers die kunnen ze heel goed uit elkaar houden. En dat duikt ook een hulpmiddel voor. Zeker als verzorgers nieuw zijn, dan weten ze het natuurlijk nog niet. Nee. En vandaar dat we hier dus in de stallen hebben allemaal foto's hangen van de verschillende zebra's. Wow. Bij de stallen waar ze ook 's avonds naar binnen gaan. Ja. Om te leren dus van oké, wie is wie. Oh, wauw. Ja, nou, dit is een van mijn favorieten. De bosrendieren. Dus, waarom? Zijn dit, ze zijn prachtig. Ze zijn supermooi. Ja. Ik vind het ook heel bijzonder dat dieren gewoon kunnen overleven in gebieden waar wij totaal niet kunnen leven zonder echte hulpmiddelen of zonder aanpassingen. Want ze hebben een hele dikke vette vacht. Ja, nou, ze hebben een hele dikke vacht, dus heel veel haar heel dicht op elkaar zitten. De vacht zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat ze blijven drijven. Die achterkantjes die zijn wit, waarom is dat? Nou, ze leven natuurlijk in de winter in een paar maanden gewoon compleet in het donker. Nou, zouden ze helemaal ook aan de kont zwart zijn, dan zouden ze elkaar sowieso niet zien. Nou, door dat wit kunnen ze elkaar ook veel beter zien. Oké. Ja, eigenlijk had ik gedacht dan deze maar meenemen naar huis. Dan ga ik lekker voor mijn kacheltje liggen. Is dat een optie? Ja, er zijn twee redenen waarom ik het niet zou doen. Ten eerste zul je door een lengte der jaren zul je de haren overal gaan vinden. Want het verhaart de hele tijd. Het verhaart en er zitten er heel veel op. Dus dat zal heel lang door blijven gaan. Ja. En ten tweede moet je gewoon niet doen. Dit zijn hele bijzondere dieren. Worden heel zwaar bedreigd. Ja. Dit zijn dus niet de tamme rendieren. Dit zijn echt de oorspronkelijke wilde bosrendieren. En die mag je niet zomaar als vachtje niet zomaar als vachtje hebben. Dan laat ik hem lekker bij jou. Hartstikke dan kunnen andere mensen eraan komen. Echt helemaal geweldig. Het is bijna mijn vachtje als ik ze zo bekijk. Qua haren dan, hè? Hey. Ja, valt ook wel mee. Ja. Wist u dat de botten van vogels hol zijn? Ja, want je bent lichter en dus kost het minder energie om te vliegen. Henry de roofvogeltrainer. En dat is niet je achternaam. Nee. Dat is wat je doet. Dat is wat ik doe, ja. Zijn dit allemaal roofvogels? Nee, want er zitten ook uilen tussen. En dat zijn geen roofvogels? Dat zou je onder de noemer roofvogels kunnen noemen, maar het is een aparte familie. Igor is een Europese oel. De grootste uil van de wereld. Maar je geeft soort workshops, trainingen, dat soort dingen doe je allemaal met de vogels? Ja. Ja. En wat levert dat mensen op? Ten eerste is het een onvergetelijke ervaring om met een roofvogel op de hand te staan. En als je ze echt goed aankijkt, dan kan dat ook van alles bij je losmaken. Voor mij geeft het een gevoel van oer. Je voelt gewoon dat deze dieren al zo lang op deze aardbol zijn. Fascinerend en heel mooi. Maar waarom? Waarom doe jij dit? Nou, misschien moet je zelf eens proberen om die vogel even op je hand te zetten. Ja. En hem recht in de ogen te kijken. En dat verklaart al heel veel. Jongen, ik heb nooit geweten dat het dierenprogramma zo grensverleggend kon zijn. Ook meteen de grootste, weet je wel. Je hoeft zulke uiltjes bij je. Nee. Kom ik klaar staan hier. Maar jij houdt hem vast, hè? Ik hou hem vast. Dit is wat ik dagelijks doe met mensen. Ja. Wees gerust. Is het klaar? 2 kilo. Roofvogel heeft de mens natuurlijk al miljoenen jaren gefascineerd. Oh.
Dat ja. Het is zijn blik, het is zijn uitstraling en zijn kracht. Als iemand zegt, is dat nou niet hartstikke zielig? Wat zeg jij dan? Nee, dit is niet zielig. En dat heeft te maken hoe de biologie van een roofvogel of uil in elkaar steekt. Hun wil en drang is niks doen. En op het moment als je ze voldoende eten geeft, hebben ze niet de behoefte om rondjes te gaan vliegen zoals wij mensen zouden willen doen. Nee. En daar komt bij, mijn vogels vliegen iedere dag. Maar ze kent hij jou? Hij zal mijn stem herkennen omdat hij van mij altijd eten krijgt. Ik ben altijd in zijn buurt. Ja. Maar het is niet zo als een hond bijvoorbeeld. Nee. Dat legt even het makkelijkst uit dat hij aanhankelijk is naar je toe. Ja. En zelfs een hond is niet aanhankelijk, want die wil eigenlijk ook altijd wat van je. Ja, dan moet er iets in. Ja, precies. Kom maar. Wat heb je in je hand? Het is een kuikentje. Het is echt hapslik weg, hè? Met huid en haar gaat er alles zo in. En het liefst zo snel mogelijk. Want in de natuur, als ze op een prooi gaan zitten, dat moet dat ook zo snel mogelijk, want er zijn altijd kapers op de kust. Ja. Snel naar binnen snel en weer naar binnen door. En niks doen. Weet je een keer proberen? Ja. Kijken naar de uil. Kom maar, Igor. Ik heb ondertussen een soort kramp in mijn rug gekregen van oh mijn god. Gaaf zeg. Cool. Ik wil dit ook. Is het een lastige hobby? Nou, vrij lastig. Het ziet er allemaal makkelijker uit. Nog wel lastig, ja. Ja. Dit is Zara. Zara is een hershawk. Dat is een oorspronkelijke naam. En het natuurlijk leefgebied is Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Nou, Zara die gaat ofwel op de standaard zitten of niet. Maar meestal kiest ze haar eigen plan. Zara doet waar ze zin in, hè? Ja, het is een vrouwtje. Het is een vrouwtje, zeg je. Is daar nou echt verschil in? Ja. Ja? Ja. Echt waar? Vrouwtjes onder roofvogels zijn dominant. Dat wil zeggen, ze zijn ook groter. Ja. En ze maken de dienst uit. Wat leuk. Het is eigenlijk net als bij mensen, hè? Maar we zeggen het nooit. Nou, bij deze is het gezegd. Kom maar, Zang. Oh, en deze jongen maakt een behoorlijke herrie. Jongen, het klinkt een beetje als een meeuw. Nou ja, dit geluid hoor je ook heel vaak in Westerjans op de achtergrond. Dat zijn die ijselijke gilletjes bij de ouderwetse cowboy- en indianenfilm. Is dat eigenlijk wat er diep bij jou van binnen speelt? Dat je eigenlijk van westerns houdt en dacht, laat ik een hobby en het verlengde daarvan kiezen? Nee, het is meer een diepgewortelde vrijheidsdrang. Aha. Zou je willen kunnen vliegen? Ja, dat zou ik wel willen. Ja. Ja. Waar zou je heen gaan? Daar waar de neus naartoe vliegt. En nu gaat ze ook richting Tuinen van Appeltern. Ja. Nooit meer gezien, weet je, nee, hè? Nu gaat ze daar in de boom zitten? Nu gaat ze daar in de boom zitten en nu ben ik ze kwijt. Niet? Nee. Dan gaan ze proberen te roepen. Zara! God, wat een lullig einde van het item. Komt. Kom maar, Sarah! De bioresonantiebehandeling voor Glijda kan bijna beginnen. Ik heb dus de frequenties voor zomereczeem en voor allergieën in het algemeen en voor de huid en de haren en alles wat ermee te maken heeft, heb ik op een kaartje gezet. Ik ga hem nu inprogrammeren voor Glijda. Het lijkt wel een geheime zender, joh, zo. Is met al je gaat hij naar 97.25. Hup, 3 seconden. Weer de volgende. En zo gaat hij al die 189 frequenties, pakt hij 3 seconden. Oh, allemaal stuk voor stuk. Ja. Het is toch bijzonder, hoor, zo'n apparaat. Ja, het komt uit Duitsland, zo'n apparaat. Staat ook trouwens in Duits hierop. Het is in Duitsland ontwikkeld door een
een ingenieur. Dus niet eens een natuurgeneeskundige, maar een ingenieur. Ja. En die heeft uitgevogeld dat alles een frequentie heeft. En als de frequentie uit balans is en je brengt de juiste frequentie daar naartoe, dat het lichaam aanzet tot zelfherstel. Maar betekent dat dan dat jij zelf ook mega gezond bent? Omdat je je eigen... Nou. Nee. Nee, maar je vergeet jezelf ook vaak te behandelen. Ja? Maar ik ga wel eens zelf aan het apparaat zitten. Ja. Als ik ziek ben of als ik voel dat mijn... Ik heb rugklachten gehad vorig jaar. Ja. Dan zit ik regelmatig aan mijn eigen apparaat. Hoe vind jij nu dat ze is? Hoe staat ze erbij? Nou, ze is gewoon een beetje alert. Of wat gebeurt er allemaal? Ze geeft zich wel over. Ja, maar die oortjes staan wel een beetje naar achter. Zou ze dat dan toch voelen wat er op de rug gebeurt? Ja, het is gewoon een alertheid soort. Ja. Nou, dat was hem. Is ze er klaar voor? Ja. Nou, meis, die druppels die daarbij horen, die geef je 2 maal daags 10 druppeltjes. Dat zijn, is eigenlijk de behandeling in een flesje mineraalwater. Ja, dus die kun je gewoon gaan geven. Ik hoop dat de korstjes weggaan, Texem. Is dat zo, zie je dat? Ja. Ja. Beterschap met hem. Dank je wel. Zal ik deze weer nemen? Ja. Of neem jij die en ik die? Dit doe je op effect. Dat laatste stukje narcose. Dus je kijkt hoe die wegzakt en hoe ver die dan is. Kijk, hier kun je al goed zien. Kijk, hoe nodig dat is. Zie je dat? Ja. En dan, zul je, dan denk je eigenlijk altijd van, nou, die krijg ik er wel uit. Makkelijk, maar die zit staat. Diep. Maar je ziet wat voor wortels daar zo, aan nou. zitten. Goedemorgens. Eruit. Zo. Vind je dit leuk om te doen? Oh, ik hou wel van peuteren. Ik ben wel iemand die graag met mijn handen bezig is. Ik ben een betere chirurg en peuteraar dan een internist. Weet je wel? Nou, zie je hoe mooi dat eigenlijk wordt? Nou, zo heb je echt eer van je werk. Zo, dan moet u heel even wachten nog? Of? Ja, even wachten tot hij weer ietsjes bij komt te komen. En dan mag ik hem meenemen. Dan mag je mee. Ja. Het ziet er wel zielig uit, vind ik hoor, met die tong. Ja, nee. En weet u dat er ook een soort protheses zijn voor hondengebitten? Is dat ook nog een optie voor Cindy? Nou, nee, dat denk ik niet. Dat is toch een koninklijk hondje? Ja. Een mooi kunstgebitje erin? Ja, nee, dat hebben we niet aan bekend. Er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ze zijn weer mooi schoon. Deze lippen. Oh, wat zeker. Lekker borstelen. Ik vind jou knapper dan de bosrendieren. Jouw vacht is de allermooiste. En als je dood bent, denk ik dat ik je velletje bewaar. Dan kan ik op je liggen bij de kachel. Dat is lekker. Tot volgende week. Nog even borstelen, hè? Ja, je wordt er heel knap van. Het zit onder haar. Komt dat nou in je vacht? Komt dat nou vandaan? Wat is dat dan? Ja, het leuke is als je zo direct... Je hand dus voor zijn neus houdt, dan gaat hij hopelijk aan jouw hand ruiken en dan kun je zien of hij tanden heeft boven. Ja, dit is heel goed, Angelique. En nou hou je hand maar weg. Ja, daar doet hij het. Spelmaker.